Hij staat gewoon altijd na 12 darts op een finish. Of na 9 darts. Na 12 darts op een dubbel. Zowat. 58. Gary, you require 40. Tops voor een 1-0 voorsprong in de derde set. En dan komt hij voor het eerst in de wedstrijd voor tegen Rosenbrand. Game shot. And the first leg. Gary Anderson. Second leg. It's Fabian to throw first. Game on. Ja, dan is de man op stoom. En dat is hij. Kijk waar die eerste dart iedere keer zit, hè. Iedere keer in de triple 20. En dan gaat de rest absoluut nog niet eens naar zijn zin. Maar dit jochie, het is toch wel een genot om naar te kijken. Want hij blijft goed spelen. Ja, hij heeft nog nooit, maar dan ook nog nooit, voor televisiecamera's gespeeld. Twee keer triple 19 gewonnen door Gary Anderson. Belangrijke beurt voor Anderson nu. Hij wil natuurlijk dat verschil nu gaan maken. Dat hij het gevoel heeft dat hij beter is. Ja, 17 is 170 over. 57. Dat zat er een beetje aan te komen. Rosenbrand, 127. Triple 20. Nee, de finish is weg. Maar dan kun je hem wel goed wegzetten. 49. Gary Urquhart, 170. Nog eentje erbij voor Bullseye. Tikte de eerste dart aan. Hij kwam daardoor in de 1 terecht. Triple 18, dubbel 12. 20 en tops. Belangrijk voor Rosenbrand om bij te blijven bij Anderson. Tops. 50. Net niet. Gary Urquhart 90. En om het verschil misschien wel te maken nu. Is het dubbel 15. Nog eentje voor Anderson. 60. Laat hem liggen. Dubbel 10 voor Rosenbrand. Om er 1-1 van te maken in de derde set. 20. Nog één dart, dubbel 10. Rosenbrand. No score. Dat deed hij in het begin van de wedstrijd makkelijker. Ja, dit is de eerste foutje dat hij maakt. Ja, dubbel 15. Je mag hem niet aan de binnenkant gooien. Laatste kans. Gary Anderson. 15. Herkansing Rosenbrand. Moet naar dubbel 5. Ook niet in de binnenkant. Nee, gewoon lekker in het groen. 1-1. Fabian Rosenbrand. Third leg. Gary to throw first. Game on. Ja, 1-1 in sets. 1-1 in legs. 100. Rosenbrand nog altijd op gelijke hoogte met Gary Anderson. Pijl nummer 4 die hij terugkrijgt van het bord. 80. Ja, dan staat het 4-0. 60. En telkens via de flight, als hij dan het ijzer raakt, dan schiet hij eruit. Dan is de hoek waarmee de dart aan het bord landt. Niet goed genoeg om erin te komen. Weer een goede score van Rosenbrand. 140, lichte voorsprong. Maar ja, die is weg. 59. Geen triple deze keer. Rosenbrand weer wel. Ja, die gaat gewoon toch gewoon lekker door. En kijk eens aan waar hij neerzet. En dus krijgt Rosenbrand de kans om Anderson weer te breken. 56. 20 en tops voor de jonge Enschedeër. Twee darts voor dubbel 20. En een 2 in voorsprong is er.
Ja, ja. Fabian Rosenbrand. En dan heb je dus het idee dat Anderson veel beter, dat hij echt gewoon heel goed staat te gooien. Dat bewees het gemiddelde van 107 ook wel. Maar toch staat Rosenbrand voor. Ja, omdat Anderson het verschil niet kan. Hij heeft zijn tegenstander aan het wankelen, maar dan duwt hij hem niet om. En dat doet hij natuurlijk allemaal in die tweede leg van deze set. En die gewoon 5 darts krijgt voor de 2-0. Derde voor Anderson. Ja. Rosenbrand nog op 0. 57. En dan wordt het toch wel weer lastig om je eigen leg te houden als je tegenstander 180 begint. Ja, Anderson had in die tweede set en in het begin van die derde set dat ritme dat iedere keer die eerste pijl in de triple 20 zat. En dat ritme is hij toch een klein beetje kwijtgeraakt. 100. Anderson eerder op een finish. 44. En de 6 darts de tijd voor die 161. Als je hier nou eens 140 kan gooien. Gebeurt dus niet. Gary Uruguay 120. Voor 2-2 in de derde set. En dat voor tops. Game shot and the fourth leg. Gary Anderson. Met die 120 breekt die Rosenbrand weer. Fifth leg is Gary to throw first. Game on. En dan valt de beslissing in deze set in de allerlaatste leg. Die door Anderson is begonnen. En weer goed. Als die eerste rak maar goed zit, hè, dat is zo belangrijk bij Anderson. Hij mag niet onder de triple zitten, dan heeft hij grote problemen. Nog geen 180 voor Rosenbrand. Daar is dan nu verandering ingekomen. Ja, ja. Deze leg is dus setwinst bepalend. 60. Kijk. Er is wat mogelijk voor Rosenbrand. Weer een triple gewonnen. Hij heeft het initiatief te pakken. En Anderson weer eronder. Dan gaat de tweede er ruim boven. Dat is een beetje de traditie. 59. Ook. 1 triple. Die wordt de boel eraf gehaald. 65. 160 is de finish voor Rosenbrand. Die hem de set levert, oplevert. En Anderson, eerste dart. Eronder. En hij vindt die andere triple vindt hij ook niet zo makkelijk hoor. Geen finish. 6 darts voor Rosenbrand. 40. Had hij er net te weinig van af. Anderson pakte de vorige leg met 120. Rosenbrand heeft al een finish van 121 staan. Dit is dubbel 18 over. Dat is wel een hele goede beurt. Maar ja, het kan wel 120. Het is de favoriete dubbeltops en die loopt goed. 1 triple. Die moet nu komen. Rosenbrand gooit hem niet. Gooit dus 120 niet uit. En dan waar de kansen er waren met 180 begonnen. Dubbel 18 voor Anderson voor de set. Oeh, moet naar dubbel 9. Gary Anderson. Haha, die gooit hem niet. Oeh. 28. Ja, ja. Fabian Uruguay 60. 20 en tops. Voor een 2-1 voorsprong in sets. Tegen Gary Anderson. Twee darts. Voor dubbel 20. Fabian Rosenbrand. 1 is redelijk hoog. 2 is... 20. Gary Uruguay 8. Dubbel 4 voor Anderson om de set te pakken. Nee, nog 1 dart voor dubbel 4. Gary Anderson mist hem. Oh, jongens, jongens. Rare fases bij Anderson. Dan gaat alles raak. En nu gaat het weer veel mis. Rosenbrand weer tops voor de set. Kom aan, jongen. Ja! En de third set. Fabian ja! Rosenbrand.